Het constitutioneel hof heeft zich vandaag gebogen over zijn derde verzoekschrift tevens zijn eerste bestuursbesluit over de beoordeling van een bestuursbesluit van het Centraal Bureau voor Burgerzaken. Dit gebeurde tijdens een openbare zitting aan de Limapo-straat. Het onderwerp van het verzoekschrift heeft ook betrekking op artikel 80 van de grondwet en verdragen. Hofvoorzitter Gloria Sterling zegt dat de Surinaamse wetgeving bepaalde beperkingen met zich meebrengt voor groepen die in het huwelijk willen treden. De uitleg van artikel 80 Surinaams BW worden geïnterpreteerd als een gebod op monogamie. In de Surinaamse wetgeving is het aangaan van een huwelijk niet opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht. Bovendien is de tekst van artikel 80, Surinaams BW, gelijkluidend aan artikel 33 van het Oud-Nederlands BW, zoals deze bepaling luidde voor de invoering van het huwelijk tussen personen van gelijk geslacht per 1 april 2001. Deze bepaling brengt onmiskenbaar het beginsel van het monogame huwelijk tot uitdrukking. In deze interpretatie zou artikel 80 van het Surinaams BW ook strekken tot de vervulling binnen de Surinaamse rechtsorde van de uit artikel 23 van het IVBPR voortvloeiende opdracht. Mannen en vrouwen gelijk te behandelen met betrekking tot het huwelijk. Volgens het Mensenrechtencomité van de VN houdt die opdracht het volgende in. It should be also be noted that the equality of treatment with regard to the right to marry implies that polygamy is incompatible with this principle. Tijdens de zitting stelde Sterling dat Suriname er niet onderuit komt zich te houden aan internationale verdragen. Ook merkte ze op dat een ieder gelijk is volgens de wet en niemand aan discriminatie onderworpen mag worden. In verband met de zitting had de politie wegomleggingen geplaatst die voor enorme filevorming zorgden in de binnenstad van Paramaribo.